In 12 steden, 13 ongelukken maakt u kennis met betrokkenen van ongevallen op straat, op het werk of thuis. Nieuwe technieken maken perfecte registratie mogelijk. Gegevens over weersomstandigheden, vervoermiddelen, slachtoffers en letsel worden opgeslagen en stellen ons in staat ongevallen zeer nauwkeurig te reconstrueren. Uit het actuele bestand kiezen we steeds een ongeval in een andere stad, met wisselende oorzaken en gevolgen. Namen en omstandigheden van personen zijn veranderd. De ongevallen zijn waar gebeurd. Morgens vroeg moet je altijd een beetje op gang komen. Maar in het verkeer heb je daar absoluut geen tijd voor. Je moet meteen scherp zijn. Helemaal als je ook nog eens gehaast bent. Hier op deze weg bij Almere gebeurde onlangs een ongeluk dat alles te maken had met een gebrek aan scherpte en concentratie. Kijk naar het verhaal van Marta Denekamp, Klaas Brouwer en Ger en Karin de Ruiter. Gordijn dicht. Ik heb me nog niet aangekleed. Hij is mooi, hè? Waarom trouw je er niet mee? Ja, dat zou kunnen. Nou, voor mij mag je. Heb ik eindelijk rust. Kom je wat tekort? Toch had je die oude beter meteen kunnen verkopen. Hoezo? Maar die staat hier nog maanden. Dat kost toch alleen maar geld? Waarom? Weet ik veel. Verzekering, belasting. Hij is overal uit. Dan moet je 2 keer betalen. Nee, dat ding kost ons niks. En ik krijg hem echt wel verkocht. Dan gaan we samen lekker een keer vanuit eten. Ja, of de babykamer verven. Is hij mooi, hè? Ja, hij is mooi. Dag, opa. Dag, meisje. En wat heb je daar nou achterop zitten? Je plantjes komen toch bij ons overwinteren? Oh, ja, dat is goed. Zo. Onderweg. Ja. Moest ik je van mama geven. Wat is het nou weer? Koek, bananen, tomaten. Van mij geen pindakaas. Wat een onzin, zeg. Het is een eind rijden naar Spanje. Nou, ik kan nog altijd goed voor mezelf zorgen, hoor. Als je die wil. Zo. Al helemaal klaar voor de grote reis. Ja. Oh ja. Moest van mama zeggen dat ze waarschuwen voor gladheid. Liefje, toen oma nog leefde hebben we heel wat kilometers gemaakt. En we zijn nog altijd veilig thuisgekomen. Die buurvrouw van je, die gaat er volgende week met het vliegtuig. Wij krijgen ze alleen de lucht in als ik zelf achter het stuur mag zitten. Een paar maanden Malaga. Ik wou dat je meekomt. Ja. Het is zeker geen toeval, hè? Wat? Nou, jij en die mevrouw Denekamp. Allebei in Malaga. Kom dan maar van dat aanrecht af. Je maakt er weer een enorme troep van. Ze logeert in een heel ander hotel. Oh. Ja. Ik dacht, als jullie nou samen... Ja, jij moet niet zo lang denken. Jullie zijn toch ook samen naar Antwerpen geweest? Ja, dat was 1 dagje. Dit is 4 dagen rijden. Nou. Kijk eens. Wat? Daar heb je er. Oh. Ja. Loopt alweer. Ja. Dus dat met die heup is weer helemaal beter. Bewegen is de beste medicijn, zeggen. Ja. Oh. Hey, gewoon aan de vraag. Wat? Gewoon vragen, haar. Ga jij nou maar voor je plantjes zorgen? Wat doet die halve wagen op de trap? Dat ruim ik zo al op. Ja, die kennen we. Het ligt er dus nog minstens 2 weken. Je moet dat spul nog in de nieuwe wagen zetten. En de babykamer dan? Tegen de tijd dat die klaar is, heb ik 6 kinderen. Ja. Ga je straks nog mee voor de boodschappen? Boodschappen?
We hebben een matrasje nodig voor de wieg en behang. En de kind is dan nog lang niet geboren. Ik wil gewoon dat het er is. Goed, dan ga ik wel alleen. Dat kan toch volgende week, Karin? Dan zouden we de babykamer verven. Oh, ik word gek van die babykamer. Mag ik dan de sleutels? De sleutels? Van de wagen. Jij gaat toch niet met de wagen? Tuurlijk ga ik met de wagen. Je kan toch ook met de fiets? Met al die boodschappen? Karin, ik heb die jongens beloofd... Dat je met een nieuwe wagen zou komen. Ja. Ga jij maar met de fiets. Ik kan toch niet met de fiets naar de jongens? Ik zou met een nieuwe wagen naar de jongens. Jij kunt toch niet in zo'n kale wagen? Er zit helemaal nog niks in. Vanavond dan komt Bob. Er gaat de autoradio erin. En de booster. Vanavond? Ja. Vanavond zouden we naar zwangerschapsgym. Zwangerschapsgym. Nooit geweten dat jij zo ijdel was. Dat zijn mensen die aanbellen. Die missen dan een hoop. Ik wou je even een goede reis wensen. Dank je. Jij liever dan ik. Wat? Nou, zo'n rit. Wat is dat nou, 4 dagen? Helemaal alleen? Ik kan toch lifters meenemen? Ja. Maar toch? Een vliegtuig gaat wel sneller, ja. Zie je er niet tegenop? Och. Het heeft wel wat. Zo in je eentje. Zo. Maar als je wilt, dan mag je meenemen. Oh, nee. Oh. Ja, als je er zo over denkt. Moet deze mee of kan hij in de vuilnisbak? Je ziet maar. Oké. Ja, maar die planten hier moeten natuurlijk wel mee, hè? Ik moet ze tegenwoordig alles uitleggen. Zie ik je nog in Malaga? We lopen elkaar vast wat tegen het lijf. Ja. Misschien wel, hè? Ja, misschien wel, ja. Nou, dan ga ik nou even door, want ik heb nog een hoop te doen. Goed. Goeie reis en tot ziens in Malaga. Tot ziens. Ik moest alleen naar die echo, alleen naar die vroedvrouw en nou zeker ook nog alleen naar de gym. Ger, we zouden samen. Lach het doen. Wat moet ik dan doen? Mij helpen. Jou helpen. Waarmee? Ger, doe nou! Oké. Dan niet. Nee, nou even niet. Nou, we moeten samen op de grond gaan zitten. Zo, en dan ontspannen en dan puffen. Puffen? Ja. Het is toch van ons samen? Jij krijgt. Je hebt beloofd, je zou meegaan. Ik heb gezegd misschien. Al die anderen, iedereen komt daar met zijn man. Ja, maar ik ben niet iedereen. Wel de lasten en niet de lusten. Ik word doodziek van jou. Maar goed, ik doe het allemaal wel alleen. En jij slaapt maar op de bank. Karin! Van jou heb ik ook niks. Maar Karin, kijk nou eens naar mij. Nee. Mijn vader heeft ook nooit gepukt. Had jouw moeder maar nooit gepufft. Hé, hey, daar kan ik. Wat kan ik voor je doen? Je gaat volgende week ook weg. Ja? Zal ik je plantjes ook meenemen? Oh, dat is lief van je, maar het is al geregeld. Oh. Nou, goede reis dan. Ja. Dag. Je gaat toch pas volgende week op reis? Dat kan niet. Dag. En begin nou eens onderaan te knijpen in plaats van bovenaan. Ik moet me altijd ongeluk knijpen om er nog wat fatsoenlijks uit te krijgen. Nou, Karin. Hier. Zo is dus waar we zijn.
Nou, ga maar. Pak hem maar op. Kun je bij haar klagen. Martha, ik dacht dat jij volgende week was. Hallo, Lars. Kan ik je helpen? Nee, klein eindje naar de trein red ik wel. Naar de trein? Ja, ik ga bij een tante logeren. Sorry, Klaas. Een tante? Tot ziens in Malaga. Stil maar. Het doet zo'n pijn. Nou, blijf maar zitten, ik ben zo de dokter. Hoe is het met hem? En de weeën? Ja, nou, dat hoor je toch wel. Als er een zwangere vrouw van de trap valt... Wacht nu op. Nou, blijf zitten, ik bel de dokter. Wacht. Is hij dik? Dat weet ik niet. Ik denk dat hij gebroken is. Dan hang nou op! Dat is een gesprek. Ik draai het snel. Wij gaan niet naar die dokter toe. Wij gaan meteen naar het ziekenhuis foto's laten maken. Ik zal toch niet mee. Jawel, jawel. Kom, we hangen gewoon je jas eroverheen. Rustig, rustig. Hier is je jas. Rustig. Rustig, Karin, kom. Ik voel een steek. Waar? In mijn buik. Vlug. Ja, kom. Nou, dag, opa. Ja, dag, meisje. En je zorgt goed voor mijn plantjes, hè? Nee, hoor. Neus. Ik rij ze zo de plomp in. Fijn. Zo, dank je. Argos en morene alma, canton amigos erba. Hier, moet je zeggen na dan, ja, kom. Nee, ik moet sturen. En voorzichtig, hè? Ja. We willen je heel hard terug hebben. Je lijkt je moeder wel. En de groet aan die mevrouw Denenkamp. Ja. Je raam! Gisteren deed je het nog. Oh. Pak de andere. Maar die is onverzekerd. Ja, wat dan? Het is maar een klein eindje. Wat ga je nou doen? Sleutels! Neemt u ook lifters mee? Natuurlijk. Kom maar. Breng me dan ook een keer terug. Ja. Hou je arm vast. Pas op. Rustig. Kom. Voorzichtig. Ga hier even zitten. Ja, stil maar. Kom. Kom, vlug. Vlug. Ga zitten. Nou,
maar achterin. Kom. Voorzichtig, hou je arm. Rustig aan. Auw! Voorzichtig. Ah. Rustig aan. Rustig, rustig. We zijn zo bij de dokter. Rustig. Zit je goed? Je zit toch niet met annuleringskosten? Je had toch niet gedacht dat ik geboekt had? Hè? Had je niet verwacht, hè? Nou, toen jij over je tante begon, toen niet dacht ik echt joppen, dat... Niet ouwe. Niet friemelen. Zo ken ik je weer. Belachelijk! Zie jij verkeer? Wat, kom op, tempo! Wat is er? Hé? Hoe is het? Ger, dat kind komt echt nog niet. Dat weet je niet. Rustig maar, Karin. Rustig maar, hè? Het is groen. Ja, kijk je maar even naar de andere. Rustig maar. Rustig maar. Alsjeblieft een ambulance. Een ambulance. Thuis van de trap gevallen. De ziekenhuis, mevrouw is zwanger, agent. En ik ga hier uit de bocht en ik kijk naar haar en tegen die volkswagen. Scheef. Ik kom daar vandaan en de bus komt erbij en ik kijk naar mijn vrouw die is zwanger en is niks meer. Mijn vrouw die moet een kind krijgen van 2 tot 7 maanden zwanger. Ja, Karin, Karin. U bent ergens tegen aangevlogen met die arm, dat u weet het niet. Van de trap gevallen. Je hebt die arm al.
U was onderweg ergens naartoe? Naar het ziekenhuis. Naar het ziekenhuis, dat kunt u zich dus herinneren. Verder. Ja. En hoe is het verder nu, behalve de arm? Nee. Nee? Nee, je benen nog? Kunt u benen verder nog bewegen? Hij is hier, ja. Hoor. Verder in goede handen. Ja? En met de buik, hoe is het met de buik? Weet ik niet. Ja, alleen de arm gaat het nu even. Ja, ja, ik was ziek. Ik denk dat we nog verder kunnen. Kom dicht bij mij in de auto zitten. Ach, 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 ach. Moet u bij mij in de auto zitten? Nee, rustig. Ja, goed. Ja. Wil jij dat mij? Ja, ik ben in een ziekenwagen. Ja. Kom maar. Nee. Nee. Ja. Nee, ga eruit. Draai. Kan ik erbij gaan zitten? Hij werd wel eens erbij zitten. Ja, ja, kan ik erbij zitten? Pas op je hoofd. Ja. Ja. Ja, nee, hij is niks vandaan. Hoe gaat het zo regelen, meneer? Ja, hoe gaat het met uw vrouw? Ja, goed, meneer. We gaan weer. Alles gaat goed. Naar het ziekenhuis. Ja, vullen we dit later wel in? Ja, ja, u heeft mijn nummer. He, dat, ja, dat weet ik. We bellen wel. Ja. Kenteken van de auto dus het ja, ja. Ja? Ik help u dadelijk wel even. Ja, met het invullen graag als u wilt. Oké. Okay. Ik heb het even opgevraagd, maar die andere auto is onverzekerd. Dus ik denk dat we moeten wat. Ik ben wel. U bent wel verzekerd. Nee, de bestuurder van deze auto is onverzekerd. Dus ik denk dat we dat. Had u ook even mee? Okay. Goed, heel graag. De auto staat daar. Ja, merci. Karin heeft het er goed van afgebracht. Weliswaar heeft ze door die val van de trap haar arm gebroken, maar 2 maanden na dit ongeluk beviel ze van een gezonde dochter. Gelukkig vielen er verder geen gewonden. Wel was er veel schade aan beide auto's. De schade aan de bus van Klaas wordt wel vergoed. Maar het is logisch dat hij die dag met Marta niet naar Spanje vertrok. Ger had nog een extra probleem. Zijn oude auto zat niet meer in de verzekering. Hij zal nu alle schade, inclusief die van Klaas, zelf moeten betalen. Onverzekerd rijden is strafbaar. Ook al is het een klein eindje. En zelfs in een noodsituatie. Hoe kan het nou? Hij was toch goed? Ja, gisteren deed je het nog. Oh. Pak de andere. Maar die is onverzekerd. Ja, wat dan? Het is maar een klein eindje. Wat ga je nou doen? Sleutels! Neemt u ook lifters mee? Tuurlijk. Kom maar. Breng me dan ook een keer terug! Ja! Hou je arm vast. Pas op. Rustig. Kom. Voorzichtig. Ga hier even zitten. Ja, stil maar. Ga zitten. Oh, puinzooi. Nou,
maar achterin. Oh. Voorzichtig, hou je arm. Rustig aan. Au! Voorzichtig. Au! Rustig aan. Rustig, rustig. We zijn zo bij de dokter. Rustig. Zit je goed? Je zit toch niet met annuleringskosten? Je had toch niet gedacht dat ik geboekt had? Hè? Had je niet verwacht, hè? Nou, toen jij over je tante begon, toen niet dacht ik joppen, echt dat... Niet ouwe. Niet friemelen. Zo ken ik je weer. Meisje, en je zorgt goed voor mijn plantjes, hè? Nee hoor, neus. Ik rij ze zo de plomp in. Fijn. Zo, dank je. Argos se morene alma, canton amigos erba. Hier, moet je zeggen na dan, wel kom. Nee, ik moet sturen. En voorzichtig, hè? Ja. We willen je heel hard terug hebben. Je lijkt je moeder wel. De groet aan die mevrouw Denenkamp. Ja. Je raam! Gisteren deed je het nog. Oh. Pak de andere. Maar die is onverzekerd. Ja, wat dan? Het is maar een klein eentje. Wat ga je nou doen? Sleutels. Neemt u ook lifters mee? Kom maar. Breng me dan ook een keer terug. Ja. Hou je arm vast. Pas op. Rustig. Kom. Voorzichtig. Ga hier even zitten. Ja, stil maar. Kom. Kom, vlug, vlug. Ga zitten. Nou, ga maar achterin. Kom. Voorzichtig, hou je arm. Rustig aan. Au! Voorzichtig. Au! Rustig aan. Belachelijk! Zie jij verkeer? Wat, kom op, tempo! Wat is er? Hé? Hoe is het? Ja, dat kind komt echt nog niet. Dat weet je niet. Rustig maar, Karin. Rustig maar, hè? Het is groen.
Ja, ja. Denk je wel. Rustig, toch? Ja. Geef me die andere. Ja, kijk doe maar even naar de andere. Rustig, man. Rustig, man. Alsjeblieft, een ambulance. Een ambulance. Rustig, toch? Geef me die andere. Ja, kijk doe maar even naar de andere. Rustig, man. Rustig, man. Alsjeblieft, een ambulance. Een ambulance. Thuis van de trap gevallen. En dan zie ik een vrouw is zwanger. En ik ga hier uit de bocht en ik kijk naar haar. Tegen die volkswagen. Scheef. Ik kom daar vandaan en de bus komt erbij en ik kijk naar mijn vrouw die is zwanger en is niks meer. Mijn vrouw die moet een kind krijgen van 2 tot 7 maanden zwanger. Ja, en, Karin! Karin! U bent ergens tegen aangevlogen met die arm, dat u weet het niet. Van de wat voor vrouw? Die arm. U was onderweg ergens naartoe? Naar het ziekenhuis. Naar het ziekenhuis, dat kunt u zich dus herinneren. Verder. Ja. En hoe is het verder nu, behalve de arm? Nee. Nee? Nee, uw benen nog? Moet uw benen verder nog bewegen? Hij is hier. Ja. Hoor. Verder in goede handen. Ja? En met de buik, hoe is het met de buik? Weet ik niet. Ja, alleen de arm gaat het nu even. Ja, precies. Ik denk dat we verder kunnen. Kijk eens. Om even mijn auto zitten. Ach. Moet u bij mij geen nood zitten meer? Nee. Gaat zo? Ja. Wil jij dat mij? Ja, ik kan ik mee in een ziekenwagen? Ja. Kom maar. Nee. Nee. Ja. Draaien. Kan ik erbij gaan zitten? Hij werd wel eens erbij zitten. Nou, ja, kan ik erbij zitten? Pas op je hoofd. Hoe gaat het zo regelen, meneer? Ja, hoe gaat het met uw vrouw? Ja, goed, nee, we gaan weer. Alles gaat goed. Naar het ziekenhuis. Ja, vullen we dit later wel in? Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat hij gebroken is. Dan hang op! Dit is een gesprek. Ik draai het eens meer om. Wij gaan niet naar die dokter toe. Wij gaan meteen naar het ziekenhuis foto's laten maken. Ik zal doen niet mee. Gij. Jawel, jawel, kom. We hangen gewoon je jas eroverheen. Ah. Rustig, rustig. Hier is je jas. Rustig. Rustig, Karin, kom. Ik voel een steek. Wat? In mijn buik. Vlug. Kom. Nou, dag, opa. Ja, dag, meisje. En je zorgt goed voor mijn plantjes, hè? Nee, hoor. Neus. Ik rij ze zo de plomp in. Fijn. Zo, dank je. Argo se morene alma, canton amigo serba. Hier, moet je zeggen nada, ja, welkom. Nee, ik moet sturen. En voorzichtig, hè? Ja. We willen je heel hard terug hebben. Je lijkt je moeder wel. De groet aan die mevrouw Denenkamp. Ja. Je raam! Gisteren deed je het nog. Oh.
pakken de andere. Maar die is onverzekerd. Ja, wat dan? Het is maar een klein eentje. Wat ga je nou doen? Sleutels! Neemt u ook lifters mee? Tuurlijk. Pas op. Rustig. Kom. Voorzichtig. Ga hier even zitten.